Welkom bij dag 31, de laatste dag van papier 31. En we maken een leuk klein notitieboekje dat handgebonden is. Daarvoor pakken we twee vellen gewoon printpapier en snijden die een keer door de midden in de lengte en door de breedte. En dat doe je bij twee vellen en dan heb je daarna een mooi stapeltje met velletjes. En die vouwen we in zijn geheel in één keer. Vouwen we die dubbel. Het velletje papier, dat snijden we. Snijden we op 4 1/4 inch. En die vouwen we ook door midden. Deze vouwen we ook door midden, maar dan net de andere kant op. We doen wat lijm op de achterkant van dit laatste strookje. En plakken die over het midden. Dan hebben we er verder ook nog nodig een naald en wat draad. En een soort prikmatje. We lijnen nu het geheel uit met elkaar, dat de vouwlijnen op hetzelfde punt zitten. Leg het voorzichtig leg je neer. Nu gaan we een gaatje prikken. Markeer van tevoren een aantal punten op 3/4 inch, 1/2 inch van die kant en 3/4 inch en 1/2 inch van deze kant. Alle maten staan uiteraard in het PDF-bestand. En nu ga je met een naald, liefst een wat scherpere naald. Nog makkelijker is natuurlijk. Dan gaan we dus op 3/4 en 1/2 inch vanaf de linkerkant en vanaf de rechterkant 3/4 en 1/2 inch. Gebruik een dikke punt van een naald. En als het materiaal te dik is, doe het dan eventueel met een paar blaadjes tegelijk. Ik heb in dit geval een gaatje prikken, dan gaat het wat makkelijker. En dan prik ik de gemarkeerde gaatjes. Nu pak ik wel de naald er sowieso bij. Plus een stukje draad. Liever iets te lang dan te kort. En dan vond ik het zelf wel leuk om hier een knoopje aan het uiteinde te hebben in het midden. Vind je dat nou niet zo mooi, dan kun je ook aan de binnenkant beginnen in plaats van aan de buitenkant. Maar ik begin dus hier, steek ik met mijn naald er doorheen. Steek ik aan deze kant weer omhoog. Klein beetje naar me toe halen. Dan steek ik hier weer door hetzelfde gaatje naar beneden. Ga ik weer naar de andere kant. Hier steek ik weer naar buiten toe. Weer naar binnen toe. En tenslotte weer naar buiten toe. Ik trek het voorzichtig, niet te hard en niet te zacht aan, maar dat het wel stevig zit. En dan doe ik er voorzichtig. Doe ik er een knoopje in. De uiteinden knip ik. Ik vouw het boekje. En je hebt een leuk klein notitieboekje voor in je tas. Nou, dat was het. Dit was papier 31. Ik zal nog even wat foto's toevoegen van alle projecten die we deze 31 dagen hebben besproken. Ik vond het heel erg leuk om te doen. En ze zijn voorlopig ook nog genoeg terug te zien op YouTube en op mijn website. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. En we zien je misschien bij een volgend project. Bedankt voor het kijken.